eten we vandaag? Pulled chicken op knapperige rijstkoekjes met spinazie. Superfusion. Dit is zowel Italiaans als Aziatisch als Europees. Dit gaat alle kanten. Laten we maar schouw gaan beginnen. Voor die rijstkoekjes heb je nodig rijst. Een courgette, twee eitjes, platte peterselie, een bosuitje en wat olie. Daarbij komt spinazie. Die ga ik pocheren in een kippenbouillon. Die ga ik maken, want ik ga de kip pocheren, koken en pocheren in lentuigember. Er komt nog wat mosterd voor de dressing en olijfolie, zout en peper. Dit is het hele gerecht. Heel erg simpel, maar ook heel erg lekker. Hoppa! Ik ga beginnen met de rijst. Wel even de rijst wassen, dat is heel belangrijk. Kootje de beer. Beetje zout erbij. Hey, klaar. Pannetje. Daar gaat een vlammetje onder. En daar gaat een kipfiletje in. Koud water. Hè? Denk Chris nou, hè? Ja. Ja, dat kan. Want? Wat? We gaan die kip even 5 minuutjes koken en daarna in het hete water laten pocheren. We gaan namelijk pulled chicken maken. En daar komt seasoning bij. En de seasoning is gember. Hoeft ook niet schoon te maken. Gewoon zo. Erbij. Is dat het pulled ding, dat je het eerst kookt? Ja. Oh. Ik dacht gewoon klaarmaken en van het bot rukken. Dit gaan we even aan de kook brengen met een beetje zout. En het voordeel is, dit kookvocht, pocheervocht, zit dan gewoon bewaard. Dit dan gewoon een lekker kippenbouillonnetje. Dat je wat groente erheen doet, misschien nog wat leftover pulled pork, wat noedels, ook heel lekker. Ja, dat je gewoon even zo'n 4 uur herfstig momentje hebt. Dat je denkt, even een soepje of een beetje griepje. Kippensoep is dan goed en die gember werkt mee. Dus ja, nee, ik drink hem eigenlijk gewoon altijd op de dag daarna. Het is gewoon heel lekker. De kip staat op. Die laten we even koken en daarna laat je hem in dat pocheervocht gewoon even pocheren. De rijst, als die gekookt is, spreid je die even uit over een plaatje. Laat je hem even goed afkoelen. Dat heb ik alvast gedaan. Want ik dacht, dat kan in principe iedereen. En anders zit hij heel lang te wachten op rijst. Dat vind ik zo raar. Kijk. Rijst. Een kom. Moet het echt helemaal koud zijn? Rijst in een kom, ja, is wel lekkerder. Dat werkt dan werkt die beter. Nu gaan we dus een beslagje maken, een deegje maken voor de koekjes. Raspen we lekker de courgette in. En de rest bewaar ik dus voor morgen. Voor het soepje. Ringetjes bosui. Lentenui. Er zijn meer variaties ook mogelijk, toch? Met zo'n koekje. Tuurlijk, wat je erin doet bedoel je? Ja. Ja, zeker. Sterker nog, als je gewoon goede sticky rijst hebt en hij is koud, weet je wel, mooi koud. Dan hoef je er niet eens, en je wil ze neutraal doen, dan hoef je er niet eens een eitje in te doen. Dan kun je ze gewoon plain bakken, want die blijven toch wel hangen. Maar omdat we nu wat groenten erin verwerken, en kruiden, is het wel lekker om hem even op te binden met een eitje. Ik gebruik ook de steeltjes van de peterselie. Mag er ook bij. Voeg ook een klein beetje zout toe. Gewoon een beetje nog. Beetje peper. Eitje. En mengen maar. Ik ken toch wel die befaamde mayo uit de Zaanstreek. Zeker. Tubetjes. Tubetjes, je noemt het op. Iedereen kent ze. Wist jij dat de oorsprong van die mayo komt ook omdat de kippen, de eitjes, worden gelegd in de Zaanstreek? En die farm, is nu mijn achtertuin. Dus die oude farm stond in mijn achtertuin. Dus ik en mijn buren, dat stuk grond, zeg maar, dat waren de kippenbarakken. En daar werden de eieren gelegd voor de
die bekende Mario. Uit de Zaanstreek. Uit de Zaanstreek. En die, ja, die barakken, die gebruik ik, delen daarvan gebruik ik nog steeds als ren. Dus dat is toch fantastisch. Jouw kippetjes lopen daar rond? Die lopen daar rond, ja. Kijk, en hier gaan we dus koekjes van maken. Pannetje was klaar. Straks maak ik nog een vinaigrette. Dus dat is weer heel erg Frans. Maar ook weer Italiaans, want we gaan echt alle landen door elkaar gooien nu. Hè? Ja. Nee, de kip is aan de kook, een paar minuutjes. Nu zet ik het vuur gewoon uit. Ik hou de deksel op de pan. Zet hem gewoon even weg. Laat hem maar even pocheren. Gewoon laat maar gewoon gaan. Gewoon laten gaan. Niet meer over hebben. Dan gaan we de grote pan aanzetten. Wat zonnebloem of een andere neutrale olie. Kan ook arachide, dat mag wat je in huis hebt. Ik vind zonnebloem het chillst. Ja, dan maak je een soort kleine burgertjes. Zo kan ik het het beste wel noemen. Het is gewoon knijpen. Een beetje vorm hoe je ze wil hebben. Je zou ze als een burgertje kunnen maken, een beetje plat. Je zou ze ook als in een kufte vormpje. Het is gewoon waar je zin in hebt. Maar ik heb gezegd rijstkoekjes, dus dan maak je er wel een beetje rondjes van. Beetje dit idee. Je handen een beetje vochtig maken. Dat heb ik al even gedaan, dat helpt. Anders plakt het. Het is wel zo dat je denkt, oh, dit gaat niet lukken, want het is toch wel heel lossig. Maar uiteindelijk, er zit natuurlijk ei in. Dat gaat op een gegeven moment stollen als je ze gaat verwarmen. Ik gebruik al mijn leftover rijst daarvoor. Het is zo makkelijk. Je kan ze harder, je kan ze zoet maken. Doe daar wat kaneel en wat kokos bij. En dan worden het net zoete koekjes. En doe er dan wat verse mango op. Of inderdaad een hartige variant met koriander. Of in ieder geval peterselie en bosuitje. Je kan er zelfs stukjes vis in doen, dat je een soort vis crispy rice viscakes krijgt. Ook onwijs lekker. Zo, deze laten we gewoon even rustig gaan. De kip die is nu nog even aan het trekken. Die rekker zo uithalen. Ik kan wel even kijken of hij gaar is, dat is belangrijk. Oh, ruikt zo onwijs lekker. Ja, die is hartstikke gaar. Die is prachtig. Kijk, dit is gewoon een bouillonnetje nu. Kippenbouillonnetje met gember, Aziatisch kippenbouillonnetje. Dit is echt top. Wat ik wel heel even voor nu eruit ga halen, is de gember. Die heeft zijn smaak al afgegeven. Want ik ga natuurlijk de spinazie nog eventjes in garen. Dat je niet een hele plak gember ineens tussen je spinazie hebt. Dit is toch niet heel chill. Deze mag gewoon weer aan. Kijk nou hoe shiny en crispy. Wat een attributen. Nou, kijk eens. Gewoon een taartschep. Niks aan de hand. Kijk nou wat een beauties. De bouillon is weer even aan de kook. En dan ga ik de spinazie even kort in blancheren. Kip. En dit kun je gewoon met de hand doen. Dit is de basis van alle pulled pork en pulled chicken. Chicken. Ja. Ik kan het langzaam graag in de oven. Het kan, weet je wel, maar dit, voor kip is dit het beste. Daarna kun je nog op smaak brengen en eventueel nog opbakken wat jij zei. Nu gaan we het dressen. Hoppa. Spinazie. Ja, en door hem zeg maar even kort aan de kook te brengen en dan echt uit te zetten en pocheren. Wordt het echt een lekker mals. Het is niet heel droog. Echt serieus. Zo is er één ding, mag ik dat uitspreken, dat ga ik gewoon weer doen. Die ik echt niet begrijp. De bieslookschaar. Ken je die? Ik snap die industrie allemaal wel, maar waarom ga je nou je geld uitgeven aan een bieslookschaar? Of een pulled pork klauwen? Hoe vaak poel je iets? En dan zit die schaar, heb je één keer gebruikt. Dan je zegt, ach, we hebben die bieslookschaar nog. Hebben we nog bieslook? Ja, oh, dat ga ik wel halen. Nee, dat ga ik wel halen. Ga helemaal naar de supermarkt. Allemaal lekker veel. Koop je bieslook. Knip je drie keer die bieslook. Nou, dan ben je klaar ook. En dan moet je die schaar, weet je, klotenwerk het is om die af te wassen weer. Je bent meer aan het schoonmaken dan dat je... Ja, ik vind het een heel raar uitvinding. Maar ik was laatst in een hele leuke, fijne winkel, pannenzaak in Amsterdam. En ik was daar bij de kassa en ik zeg, ja, wat is dit nou? En hij zei, belachelijk toch? Ik zei, ja. Hij zei, ja, het verkoopt dus warme broodjes. Ik zei, hou op. Hij zei, ja, het is, ja, ik snap er reet van. Goed, ondertussen is mijn kip gepoeld. En dat allemaal met onze blote handen. Eigenlijk is het gewoon ouderwets raadjesvlees. Het is gewoon
vlees wat uiteindelijk uit elkaar getrokken wordt, dus wat mooie garing heeft gehad, of door te pocheren, of gewoon een lange overbreiding. En dan gewoon het vlees, omdat het zo zacht is, uit elkaar trekken, dat verwerken, gebruiken, of nog even opbakken dat die ook crispy wordt. Maar het is eigenlijk gewoon een eenvoudige manier van draadjesvlees. Zo, gaat wat mosterd bij. Olijfolie. Gekkigheid alom. Peper en zout. Top. En meng hem maar. Zo'n simpele dressing. Nou echt. Oké, gaan we eens even kijken hoe het met de kuurtjes gaat. Nou, die zijn krokant hoor. Kijk nou, een gezellig groepje. Zo. En dan gaat er wat van die pulled chicken op. Gedreste pulled chicken. Een beetje bos uit. Ja, gewoon nog even voor de frisse groene bite. Klein beetje van die spinazie. Ik leg hem gewoon naast. Dan zeg ik, ja, pulled chicken op knapperige rijstkoekjes met spinazie. Het is smakelijk. En dan kun je denken, ik kan het met z'n vork eten. Of je pakt gewoon zo'n krokant koekje op en zegt, koek koek. Dus wel 1, 2, 3. Zo lekker. Echt? Man. Zo echt wel lekker. Ja. Hier zo zo'n kus mee. Dat is gewoon. Ga dit maken, dames en heren. Kijk op www.24kitchen.nl en ga aan de slag. Met eigenlijk gek als je niet doet. Ja, kan ik niet zeggen, maar ik heb het toch gedaan. Tot de volgende.